Welkom bij een nieuwe Insiders. We zitten in een van de loges van de KRC Genk Club, natuurlijk in de CGK Arena. En we hebben iemand bij ons, we mogen zeggen toch een van de smaakmakers van onze competitie. We moeten ervan genieten, zolang dat hij op onze velden te zien is. Bilal Elkanous, dag Bilal. Hoe is het? Goedendag. Goed, met u? Goed getraind? Goed, ja. Rustig aan? Goed. Gelukkig gewonnen dit weekend. Dus, ja. Goed. Fijn. Ik heb iemand meegebracht die het huis natuurlijk goed kent. Wesley Sonck. Dag Wesley. Dag Peter. Heb je iets van zo'n wedstrijd gezien zondag? Jawel, absoluut. Was niet verkeerd, hè? Nee. En het goede moment dat ze ook winnen, vind ik. Mechelen, die ook op het ideale moment komt, want ze zitten in minder periode. Dus dat kan alleen maar goed zijn voor het vertrouwen, want winnen, dat doet iets met een mens. En dat zag je ook. Ja. Mm-hmm. Het was in orde, hè, Bilal? Was het ook een beetje toch... Eindelijk nog eens op die manier lekker winnen thuis. Ja, zeker. We zaten heel goed in de wedstrijd vanaf het begin. En we scoren heel snel, denk ik. Ik denk na 10 minuten of zo. Mm-hmm. En ja, dan zit je sowieso goed in de wedstrijd. Dan ga je meer druk zetten op tegenstander. Dan wordt het alles een stuk makkelijker. Ja, en zeker tegen Mechelen, die op dit moment in een moeilijke fase zit. Dus we wisten sowieso dat we ze onder druk moesten zetten. Dat hebben we goed gedaan. En we winnen met 4-0 en we hadden de 0 ook van achter. Dus dat is top. Plezier straalt er dan af? Ja, we hebben genoten. Zeker in de eerste helft. Mm-hmm. Tweede helft iets minder. Wat een beetje moeilijk, eerste kwartier van de tweede helft. Maar toen kwamen we terug goed in de wedstrijd en scoren nog, ik denk, 2 keer. Nou, de hoeveelste keer was dat nu al dit seizoen dat jij een man van de match was voor de supporters? Ja, dat gezegd, ik dat ze niet. Dat is maar een detail. Ja, maar toch, hè, je scoort. Bent aanwezig in die hele wedstrijd, trouwens, dat doelpunt. Ik denk dat jij zelfs een blessure riskeert hier aan deze goal. Hè? Want Andy Zekiri komt ook af, die wil tegelijk trappen. Ja. Trapt hij misschien wel op jouw voet en jij tegen de bal? Ja, juist. Die trapt tegen mijn enkel. Terwijl ik een beetje last had van mijn enkel van 2 dagen ervoor op training. Dus ja, maar kijk, zolang die bal er maar binnen zit, is het goed. Hè? En wat zegt dat van een Wesley, dat hij zo gebeten is om die goal te maken? Ja, dat is eigenlijk wat ik wil zien van aanvallende spelers. Ik dacht ook wel, komt Zekiri daar eigenlijk doen? Want hij had die bal aan de voet. Je infiltreert met bal aan de voet. Wegblijven. Ja, wegblijven. Met normaal gezien een spits. Ik heb wel graag een spits die een goal wil maken. Maar je moet ook wel zien in de situatie waar hij die bal dan meeneemt. Ja, inderdaad, voor lijf en leden. Want voor hetzelfde geld blesseer je. Maar goed, het belangrijkste is altijd, je scoort dan. Mm-hmm. En als ik dan de vreugde zie achteraf, dan denk ik toch altijd, nee, een assist is toch niet beter dan een goal maken. Nee, dat is een ander gevoel. Een assist is ook mooi, maar een doelpunt maken is gewoon anders. Ja, dan heb ik de vraag, waarom heeft het zo lang geduurd om te beseffen dat een doelpunt maken eigenlijk toch belangrijker kan zijn dan een assist geven? Ja, kijk, heeft met mindset te maken. Die mindset had ik vorig jaar niet, eerlijk. En hoe komt dat dan? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat weet ik zelf niet. Want wie heeft die mindset veranderd? Heb je dat zelf gedaan of hebben dat anderen samen met jou? Ik heb gewoon doelen besproken met mijn entourage. En begin van het seizoen. En cijfers opgeplakt dan? Ja, niet echt cijfers, maar proberen dubbele cijfers te halen op een van de 2 assists of doelpunten. Ja. Dus dat is een van mijn doelen dit seizoen en daar ik voor. Ja. En wat is er voor jou anders in het algemeen dit seizoen? Ja, ik kom meer in die positie om te scoren. Zoals bijvoorbeeld nu. Die bal die ik krijg van Brian. Ik pak die direct mee en ik kom binnen in de 16. Misschien had ik vorig jaar iets anders gedaan. Ik heb misschien aanname gedaan dat ik naar buiten gespeeld. Of, ja. Dus ik heb meer die mindset om in de 16 te komen. Om te scoren, om assist te geven. Ja. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Dat gaat dus van 18 miljoen, Peter. Met veel goals wordt dat 28. En met meer assist wordt dat 38. Maar zo gaat het nu eenmaal in het leven, hè, voor een aanvallende speler. Ik denk, wij kennen hem alle 2 al wat langer. Mm-hmm. We weten dat hij kan shotten. Maar die statistieken zijn voor heel veel mensen in Europa en de wereld toch wel belangrijk. Richtinggevend zelf. Ja, absoluut. Ik wacht wel nog met ongeduld op een goal zoals in die kampioenenwedstrijd met de U18 tegen Club Brugge. Een stifter van op 25 of 30 meter herinner die ik komt me. Nog, die komt nog. Die ja. komt nog. Dat was gewoon het juiste moment vinden. Ja. En dan zal ik dat doen. Dan komt het er eens uit. Ja. Hoe ben je als persoon veranderd intussen, sinds jouw debuut, neem maar, in die laatste 14, 15 maanden? En welke invloed heeft dat dan op jou als je op het veld staat?
Ik heb zeer veel vertrouwen gekregen van de club. Dus als je ziet dat de club zoveel in jou gelooft, heb je sowieso nog meer vertrouwen op het veld zelf. Mm-hmm. Dus dan durf je nog meer, durf je sommige ballen te geven die je misschien ergens anders niet gaat geven. Mm-hmm. Door schrik of zoiets. Dat heb ik hier echt niet. Mm-hmm. Ik ben hier gewoon rustig op het veld. Ik heb geen stress, niks. Ik geniet gewoon van het spel. En ik ben de club ook dankbaar voor die kansen die ik krijg. Ik heb ze ook zelf afgedwongen, dat wel. Ja. Maar de kans moest ook gegeven worden door de club. En bedankt ook daarvoor. Mm-hmm. Maar toch, voor jouw leeftijd ben je uitzonderlijk rustig. Heeft hij veel maturiteit al? Heeft natuurlijk al veel meegemaakt op dat goed jaar, kunnen we zeggen. Maar toch, hè, als persoon om met al die dingen om te gaan, is toch niet eenvoudig, maar ik merk dat je eigenlijk nog niet veranderd bent, of nauwelijks veranderd bent ten opzichte van degene die ik hier x aantal jaar geleden bij de jeugd heb gezien. Nee, dat is een van mijn principes. En zit ook in de familie. Mm-hmm. Kijk, het leven kan heel snel gaan. Mm-hmm. Zowel naar boven als naar beneden. Dus je moet gewoon genieten van elk moment. Ja, ik vraag me af, besef je eigenlijk zelf wel over welke speciale kwaliteiten je beschikt als voetballer? Besef je dat? Besef je dat als je eerste keer in het A-elftal komt, dat je beseft van eigenlijk kan ik hier misschien wel beter shotten dan twee derde van het elftal. Ja, dat gevoel had ik wel toen ik bij de eerste ploeg kwam spelen. Mijn eerste training was februari, twee jaar geleden na die Youth League wedstrijd. Ja. En toen kwam ik en toen zei ik onmiddellijk van wow, ik kan hier wel mee. Dus als jonge gast. Besef je dat dan ook? Ja, besef je dat je die kwaliteit hebt? Ja, sowieso. Dat wist ik ook al lang, eerlijk gezegd. Die kwaliteiten die zijn er ook al lang vanuit de jeugd. Maar als je bij de eerste ploeg komt, heeft het niet alleen maar te maken met kwaliteit. Het heeft met alles te maken. Het heeft met vechtlust te maken, met mindset. Maar je hebt intussen persoonlijkheid ook gekweekt. Hè? Je hebt ook aan je lichaam gewerkt, want je kon voetballen, dat was duidelijk, maar je was ook maar een smal jongetje. Nu, je hebt aan je lichaam gewerkt, je hebt volume gekweekt. Je bent wel een andere voetballer dan 15, 16 maanden geleden. Ja, zeker. Zeker dat ik nu ook voor Marokko speel. Ja? Afrika, ja. Dat is iets anders. Dus veel meer duels en je moet daar ook stevig zijn. Dat was ook een van mijn doelen. Mm-hmm. Om daarop te werken, op mijn fysieke ingesteldheid. Nu denk ik dat ik goed ben, maar ik ben nog ver van mijn doel. Ik hoor dat je ook nog twee keer per week met Michel ja, Ribeiro, werkt intensief. Ik heb hem vanmorgen even gehoord. Waarom doe je dat, Wesley? Oh, Michel en ik hebben zoveel discussies gehad over de training dat hij geeft. Ik vind het eigenlijk geweldig, want ik keek mijn ogen uit als ik zag wat die gasten allemaal doen met een bal. Ja. Ik dacht, wat is dat hier? Cirque du Soleil, dacht ik. Ik dacht, wanneer doen ze dat op een veld? En Michel en ik komen heel goed overeen op dat gebied. Ik zeg, doe jij maar je ding. Zal ik wel zorgen dat die mannen tussen die drie witte palen schieten? Want dat is nog altijd het belangrijkste in voetbal. Uiteindelijk wel. Maar hij heeft mij ook laten zien, ex-spelers die hier opgeleid zijn, wat die met een bal kunnen. En dat geeft... Ja, een extra. Als ik zie hoe hij met een bal speelt, maar ik had dat ook met De Bruyne of met Origi of met Carrasco. En dan denk ik, oh ja, inderdaad. Er zal toch wel iets van waarheid in zitten. Maar ik heb hem vanmorgen nog even gesproken. En als hij me dan zegt, want jullie doen pas een trap voor mijn zolenwerk, afwerking uiteraard. Als ik dan hoor, als ik aan Bilal vraag om 50 ballen te trappen op de juiste voet aan 100 per uur, dan is daar misschien één van niet juist. Misschien. Ja. Maar die focus moet je ook wel hebben in elke trainingssessie. Ja, je moet die focus hebben. Maar kijk, bijvoorbeeld zoals Wesley zegt, misschien ga je die trucs niet gebruiken op een veld. Zo bijvoorbeeld van die flip-flops. De vraag is, hoeveel keer doe je dat eigenlijk bij wedstrijd? Nooit. Nooit, eerlijk gezegd. Dus hou je aan de basics. Dit is volledig in contrast met wat ik bijvoorbeeld bij Ajax heb geleerd. Mm-hmm. Hè, wat Michel deed, heb ik nooit gezien. In Ajax was het altijd speel in de goede voet, op de juiste snelheid. Ja. Dat doet hij ook, hè? Ja. Dat doet hij ook, ja. Maar ik was al geschrokken over wat hij er allemaal bij doet. Ja. Maar goed, ik heb er heel veel mee gelachen, maar ik snap ook wel natuurlijk waarom dat hij doet. Omdat ja, dat gevoel pure met balgevoel, de bal. Ja. Pure balgevoel. Plezier, toch? Want hij zegt ook van, ja, Bilal wil altijd meedoen. Zelfs al moet hij eigenlijk rusten door de opeenvolging van wedstrijden. Hij heeft altijd honger, wil altijd goesting. Ook al is maar 10 minuten, wil toch nog komen meedoen als soms, ik met de andere jongens ben. Soms mag ik niet meedoen, omdat ik twee dagen ervoor heb gespeeld of zo.
Ja, dan, maar jij wil zo graag. En dan ga ik even met de physical trainer spreken. Ja. Even zagen. En ja. Dan, nee, daar even, iets minder even zeggen van, nee, ik ga niet doortrappen. Ja. En dan zegt hij, maar niet goed. Dan ga ik weg en dan vlam ik. Ja. Dan vlam ik die ballen. Ja. Maar wat het fysieke werk betreft, het volume ook, vorig jaar, gemiddeld, speelde jij 67 minuten, heb ik gezien. Ja. Dit jaar speel je bijna alle wedstrijden volledig. Of je zit nu gemiddeld aan boven 80. Dat is ook al een verschil, hè? En je verteert al blijkbaar goed. Dat betekent ook dat je je goed verzorgt, ondanks de opeenvolging van wedstrijden. Ja, dat is belangrijk. Zeker nu, omdat je 2 keer per week speelt. Ja. Doe ik heel wat. Bijvoorbeeld thuis heb ik een paar machines liggen die ik gebruik voor mijn herstel. Zoals cryotherapie enzovoort. Mm-hmm. Of ik ga 1 keer om de 3-4 weken naar een man toe die voor cupping zorgt enzovoort. Dus ja, al die dingen kunnen voor wat helpen. Precies? Cupping. Ja, help eens voor cupping, de mensen die niet jullie... Ja, je moet je dat uitleggen. Ja. Dat is met die dopjes. Dat dopjes, je zo een, ja, op je huid... Het is een beetje bloed trekken. Ja. En dan zorgt dat voor beter herstel. Mm-hmm. Dus ja, al die dingen helpen sowieso. Mm-hmm. Dan moet je nog op de club goed werken. Mm-hmm. Goed preactiveren voor de training enzovoort. Zodat je altijd topfit bent voor de wedstrijden. Ja, ik zie dit seizoen vooral... in de moeilijke momenten, dat jij gewoon die ploeg op je schouders neemt. Dat jij de ploeg gewoon bij de hand neemt. Dat is niet verkeerd als je 19 jaar bent. Die stap heb je ook gezet. Ja, ik heb een winnaarsmentaliteit. Dus ik wil altijd winnen. Als ik zie dat het een beetje moeilijk is, dan accepteer je dat gewoon niet. En dan denk ik van, ik moet als eerste laten zien van oké, dit is niet goed en we moeten gewoon laten zien dat wij beter zijn. Dus dat begint soms gewoon met druk zetten op bijvoorbeeld de keeper en dan trap je bal buiten ofzovoort. Dus mm-hmm. Dat is sowieso goed voor de ploeg. Het is makkelijk gezegd, hè. Ja. Je hebt jongens die ook een winnaarsmentaliteit hebben, die bal niet kunnen opeisen, mm-hmm. omdat ze het gewoon niet kunnen. Of die zich verstoppen in moeilijke momenten. Ook, bijvoorbeeld. Ja. Dat kan ook een van de redenen zijn. Ja, als je dat doet, ga je de ploeg niet helpen, eerlijk gezegd. Nee, dat is waar. Maar toch, zat er altijd al een leider in jou? Ja, toch wel. Mijn kleins af. Dat zit altijd in mij. Ik heb altijd met oudere mannen gespeeld toen ik klein was. Bij Anderlecht heb ik 5 jaar lang met een jaar ouder gevoetbald. Met, mm-hmm. met die jongens zoals De Bast enzovoort. Mm-hmm. Heb ik altijd mee gevoetbald. Dus ja, ik was de jongste en ik moest altijd mee. Dus dat zat altijd in mij. Mm-hmm. Zoals nu probeer ik dat ook te doen. Nummer 10 op je rug, welk verschil maakt dat? Eerlijk gezegd niet veel. Niet veel, ja. Alleen qua statistieken. Ja. Nu met die nummer 10 score ik en geef ik assist. Wil je nog even duidelijk maken, van wie is dat gekomen? Ja, dat vroeg ik me ook af. Ja, gewoon. Heb je er zelf naar gevoeld? Nee, in het begin waren we er een beetje over aan het lachen in de kleedkamer. Met Kayumbe, met Aitelaatje enzovoort. Gewoon over aan het lachen. Ja, nummer kwam vrij, Castro. Ja, juist. En we waren erover aan het lachen. En daarna waren we erover bezig van, waarom pak je die niet? Toen zei ik van, nummer 34 zit in mijn hart. Want het is Nouri. Adelak Nouri die hartstilstand heeft gehad. Mm-hmm. Dus ik dacht van, nee, ik blijf toch met 34 in. Een dag daarna pakte ik mijn telefoon en stuurde ik Dimitri van, is het oké als ik nummer 10 pak? Toen zei hij van, ja, voor mij is geen probleem. Dus ja. Ja. Toen zei ik tegen Alain van, is goed, doe maar. En Alain was ook akkoord. Ja. Is hij van een soort uitgestorven ras? Een beetje een ouderwetse nummer 10, toch? Een echte spelmaker. Die moderne toetsen. Ja, ja. Toch, zoals dat profiel, zie je er niet zoveel mee. Nee. Het is eigenlijk zo. Ik ken hem al iets langer. Hè. In de jeugd volg ik hem ook. En, het is een speler die aan de bal... En ik kijk vooral naar aanvallende spelers wat die aan de bal kunnen. Hè. Als ik hem dan zag spelen, dan dacht ik van... Ja, amai, daar laat hij toch wel heel veel kwaliteit zien. Nu, er zijn wedstrijden geweest waar ik vond dat hij heel vaak naar de zijkanten toe ging. Ik denk dat je toch een natuurlijk hebt om naar links te trekken. Luca Ooyen heeft dat ook wel een beetje. Het verschil... vond ik, is het feit dat jij nog sierlijker was, vond ik. Maar die nummer 10 van vroeger, Peter, dat was zo wat tussen de linies en geef mij de bal en dan zal ik hem wel leggen. Ja, dat is niet meer. Hè. Dat nee, is, nee. Het is veel meer actie maken, het is ook veel meer volume bestrijken. Mm-hmm. Het is de moderne nummer 10. En ik denk dat je, eerlijk gezegd, op één hand kan tellen
dat soort spelers. Hè, je hebt nog een andere spelers als nummer 10, zeg maar, met een ander profiel. Mm-hmm. Maar een profiel zoals hij... Nee. Ik denk niet dat je er veel gaat hebben in België. Hoe zou je jezelf omschrijven als voetballer? Goeie vraag. Een winnaar, ten eerste, zoals ik net heb gezegd. Maar qua profiel dan? Heel technisch. Dat is een van mijn kwaliteiten. Maar ben jij een 10? Zeg jij, ik ben een 10? Of ben je eigenlijk een 8? Of ben je er iets tussenin? Eerlijk gezegd, of ben je een 11 in vrijheid? Offensieve middenvelder. Hangt af. Als je met een punt achteruit gaat spelen, dan kan ik op 8 of 10 spelen. Ja. Dat maakt niet uit, want dat is rechts en links. Ja. Moet je vrijheid hebben? Dat wel, eerlijk gezegd. Dus de coach, dus Wouter, komt tegen jou zeggen van vandaag wil ik dat een bal verlies, maar een bal bezit, doe je wat je wil. Nee, dat nu ook niet. Dat is een beetje overdreven. Maar kijk, ik luister altijd naar de principes van de coach. Wat de trainer juist wil. En op basis daarvan ga ik nog zelf met mijn eigen kwaliteiten ruimtes proberen creëren en van die dingen. Daar ben ik altijd benieuwd in, hè, Peter. Wat een trainer tegen een offensieve speler zegt, die voelt waar hij moet lopen. Mm-hmm. Wat zegt een trainer dan? Want als je trainer vroeger hebt gehad en je luistert, ja, dan liep je aan de tweede paal. Als je aan de eerste moet zijn, en omgekeerd. Ja, ja. Dus de vraag is, wat zegt een Wouter Franke dan specifiek? Ja, dat is puur feeling. Trainer vraagt gewoon om vaak in interval te zijn en heel geduldig te zijn. Maar kijk, soms sta je daar en die bal komt niet. En dan moet je zelf je ruimtes gaan vinden. En dan moet je een beetje naar links bewegen of een beetje naar rechts. Maar dat moet je zelf voelen. Je moet zelf een beetje herkennen waar de ruimtes liggen. En dat probeer ik zelf te doen. Zoals je net zei, soms ga ik gewoon even aan de kant. En dat doet Kevin ook, De Bruyne. Ik kijk vaak naar Man City. Kevin die blijft soms 2 minuten staan op dezelfde plek. En die bal gaat gewoon rond 2 minuten. En na 2 minuten komt die bal gewoon naar hem toe. Dus soms moet je gewoon geduld hebben en zelf ruimte zoeken. Dan een voorbeeld dus voor jou toch, Kevin? Ja, toch wel. Ja. Zeker omdat hij ook bij Genk heeft gespeeld. Ja, ja. Dus, ja. Hoeveel van de straatvoetballer op de Brusselse pleintjes zit er nog in jou? Ja, niet veel, denk ik. Maar je bedoelt het positief natuurlijk. Ja, ja, maar ik zou niet wel zeggen, want eerlijk gezegd, oké, misschien die technische vaardigheden, mm-hmm, die ik nog soms gebruik op een voetbalveld, mm-hmm, maar al de rest niet, want dat helpt niet veel, eerlijk gezegd. Ga je soms nog meeballen in de zaal, nee, in de Fit 5 in Laken? Nee. Dat zal pas straf zijn. Ja, dat is niet zo heel lang geleden dat je dat nog wel eens deed soms. Dat is gedaan. Mag je die risico niet meer nemen, eerlijk gezegd. Je bent 19, je hebt al 61 wedstrijden voor Genk gespeeld, als het goed zit. En je raakt niet geblesseerd, wat je eigenlijk niet raakt, want blessures ken jij niet tot nu. Dan ga je aan ongeveer 100 wedstrijden zitten als je 20 wordt. Had je dat in de lente van vorig jaar kunnen inbeelden? Ja, ik zeg niet. Mijn doel was om in mijn eerste seizoen zoveel minuten te pakken. Mm-hmm. Ja, dat is beter verlopen als ik het wou, eerlijk gezegd. Luca valt jammer genoeg uit in het begin van het seizoen tegen Brugge. Mm-hmm. Tegen Brugge. De eerste wedstrijd, denk ik. Ja, ja. Ja, eerste wedstrijd. En dan speel je hier thuis tegen Standaard. En dan heb je bijvoorbeeld Ito, die bezig is met zijn transfer naar Stade de Reims. Heb je Cyril, die nog onzeker was. Mm-hmm. En dan moest de trainer een beetje de ploeg veranderen. En toen kwam hij me aanspreken om te zeggen van... Oké, je gaat starten tegen Standaard. Dus ja, toen was ik heel blij. Ja. Kijk, ik ben gewoon... het veld opgestapt zonder druk. Ja. Om gewoon te laten zien wie ik ben. Mm-hmm. Hoe moeilijk is die laatste stap voor de jonge talenten? Wesley, jij werkt ermee met de nationale ploeg, de U19. Ze staan te trappelen soms, ze moeten geduld oefenen. Niet iedereen krijgt de kans of heeft het geluk dat er plots een plaats of een vacature komt in de ploeg. En dan moet je ze nemen natuurlijk. Maar je ziet dat heel snel, vind ik, Peter. Voor sommigen is die stap heel groot. Mm-hmm. Voor sommigen is die stap minder groot, omdat ze gewoon al een bepaalde kwaliteit hebben in het voetbalspel. En dat heeft veel te maken met beslissingen nemen. Beslissingen die op een veld maakt, de goede beslissingen. En dan gaat het niet alleen om het technische. Het gaat ook om situaties herkennen in het voetbal. Je speelt elke dag voetbal, dus je herkent zoveel situaties. Maar een trainer zegt ook heel vaak, speel simpel. Maar dat is voor heel veel jongens bijvoorbeeld heel moeilijk. Maar als ik dan bijvoorbeeld hem zie spelen,
Ja, dan kan hij twee tijden spelen. Eén tijd, twee tijden. Soms een keer een dribbel als het moet, zoals bij zijn goal. Hè, dat hij toch infiltreert met bal aan de voet, wat hij geleerd heeft. En dat soort dingen, die zie je, dat zie je heel vaak terug op een training, op een wedstrijd van dat niveau. Waar je toch heel snel door hebt van, ja, die gaat de stap heel snel zetten, die minder. En dat is ook het moeilijke aan die leeftijd, dat dat enorm varieert. Maar bij hem was dat wel duidelijk. Ik had dat ook veel sneller verwacht van Luca Ooyen. Die heeft pech gehad met die blessure. Maar dat waren toch twee jongens hier waar ik van dacht van, ja, dat gaat redelijk snel gaan. Ja, er zijn er weer veel, hè. In de lichtingen die erachter komen, mm-hmm, in de nationale jeugdselecties, is er een overtal aan spelers van Racing Genk. Dat is al jaren geweten. En keepers, want dat is nog het uitzonderlijker, vind ik. Dat elke keer als er een selectie wordt bekendgemaakt van Nationaal Ploeg, dat die keepers allemaal weg zijn hier, maar ook heel veel spelers. Maar dat wil zeggen dat ze samen met Anderlecht, Brugge, Genk, misschien Standaard, Gent in iets mindere mate, ja, dat die mensen die hier werken gewoon supergoed werk leveren, want anders gebeurt dat niet natuurlijk. Nee, qua doorstroming vanuit de jeugdacademie ben jij nu natuurlijk ook een voorbeeld. Brian Heijnen was dat, Luca voor een stuk, maar nu, jij bent nu ook een voorbeeld dat aangehaald zal worden aan de overkant, toch? Ja, juist. Ik kom vanuit de jeugd en ik heb die stappen heel snel gezet. Ik denk na 2 of 3 maanden bij de ploeg mijn eerste wedstrijd gespeeld. Dus ja, ik ben wel heel snel gegaan. Maar zoals jullie net hebben gezegd, is bij andere jongens iets, iets langer. En ja, dan moet je gewoon een beetje geduld hebben. En je tijd komt wel. En wanneer je tijd komt, moet je gewoon laten zien dat je er staat. Alles van je loslaten en ervoor gaan. Bilal, we gaan een quizje doen. Doe maar. Over jouw carrière tot nu toe. Hè. Ik stel 10 vragen. Je kan 20 punten verdienen, Wesley. Je houdt de tijd een beetje in de gaten. Zo. Ja, maar vooral, je telt de juiste antwoorden, Wesley. Ik zal mijn best doen. Ik kan niet goed tellen. Ja, nee, maar toch. Zijn we vertrokken? Ja, we zijn weg. 9 februari 2022, onze speciale dag voor de Jeugdacademie voor Genk. Mm-hmm. Chelsea kwam op bezoek in de UEFA Youth League. Jij blonk uit. Ken je de uitslag nog? 5-1. Juist. 3 maanden later zat je een eerste keer op de bank bij de A-ploeg op Charleroi. En nog eens 2 weken later mocht je invallen op KV Mechelen. Weet je nog voor wie je inviel? Christian Torsvet. Juist. Weet je nog met welk rugnummer je toen inviel? Niet met 34. Nummer 20. Juist. Wie viel tegelijk met jou in? Hey. Goeie vraag. We gaan voort. Preciado misschien. Nee, het was Arteaga voor Jukkel Reut. Juist. Voor jou was die wedstrijd het begin. Voor een moment van de club was het het afscheid. Voor wie? Bernd Stork. Pierre Denier. Pierre. Bernd Stork, een monument? Dat is misschien monument heb ik niet gehoord. Met KV Mechelen heb je wel iets. Nu uitblinker en een goal. Vorig seizoen je eerste assist. Maar er gebeurde nog iets in die wedstrijd met jou. Tegen KV Mechelen? Ja. Rood gekregen. Twee keer geel. Ah, okay. Wie was de scheidsrechter die jou toen toch nogal redelijk streng beoordeelde? Dat zal het moeten zeker weten. Nathan Verbomen. Jawel. Je eerste goal maakte je tegen Anderlecht. Het wordt 5-2. Jij zorgt voor de 4-1 hier aan deze kant ook. Van wie was de assist? Preciado. Nee, Peinsil. Je speelde vorig seizoen in totaal 41 wedstrijden. Hoeveel keer bleef je de hele wedstrijd op het veld? Hela. Het is niet veel. Nee. Pak 4. 1. Met de nationale ploeg van Marokko win je na 2K vriendschappelijk met 2-1 van Brazilië. En jij geeft een assist. Wie scoort op jouw assist? Sofiane Boufal. Juist. En jouw debuut in de troostingswedstrijd in Qatar is tegen Kroatië. Je noemde 10 andere spelers als de laatste die toen met jou aan de aftrap stonden. Je hebt nog 20 seconden. Bono. Ja. Hakimi. Ja. Dari. Ja. Yamik. Ja. Atiatala. Ja. Amrabat. Ja. Sabiri. Ja. Ike. Ja. Boufal. Ja. En Nesiri zie ik. Oké. Okay. Ik heb er 6 of 7 geteld. Ik was eigenlijk de telkwijl. Ik heb het gezegd. Ja, nou, plus die 10 heeft er zeker 17. Ik denk dat we maar 3. Dat is sterk. We hebben dat goed gedaan. Goed gedaan. Ja, dat zou straf zijn, Peter, dat hij dat niet meer weet. Ja, maar toch. Maar het tempo was ook vlot. Ah, ja, oké. Okay, goed. Ja, goed, dat heb ik graag. Hè. Zo positioneel weten wie wat moet. Ja. Wat weet je nog van die wedstrijd? Ja. Tegen Kroatië? Hoe was dat voor jou? Een dag ervoor was ik nog een beetje aan het poelen. En voorzitter... Een beetje aan het poelen. Voorzitter zegt tegen mij van... ga slapen. En ik begreep eigenlijk niet waarom. En toen kwam assistent-trainer en zei tegen mij, ga slapen. En ik zei van, waarom? En die zei, je zou willen zien, ga maar slapen. En de dag erna sta ik op, kom ik nacht ontbijt. En
zeg hallo tegen iedereen en trainer als laatste. En toen pakt hij me vast en dan zegt hij van, durf je eigenlijk te spelen vandaag? Toen zei ik van, waarom ben ik hier? Toen zei hij van, oké. Dus hij straks zien als je veel lef gaat tonen tegen Modric en tegen Kovacic. Dus ja. Toen zei ik van, oké, is goed, we zullen zien. Ja. Toen begon ik aan de wedstrijd. Ik kreeg onmiddellijk heel veel vertrouwen van Hakimi en Ziyech, die me kwamen aanspreken voor de wedstrijd. Om te zeggen van, doe gewoon je ding en geniet ervan. Mm-hmm. Dit is eigenlijk een kans die bijna niemand krijgt. Ja. Dus, geniet ervan. Ik zat goed in mijn wedstrijd. Mm-hmm. Jammer genoeg verlies ik de bal op de ik denk 1-2. Mm-hmm. Want we een tegendoelpunt krijgen. Maar voor de rest speel ik eigenlijk een heel goede wedstrijd. Ja. En dan staat hij plots tegen Modric te spelen op het WK, Wesley. Hè? Een half jaar nadat hij zijn debuut heeft gemaakt. Dus toch terecht voor Marokko gekozen. Hoe jammer jij dat het ook. Dat is een zeer gevoelig onderwerp bij mij. Bij hem waarschijnlijk. Ik heb hem er ook eens over aangesproken. Want natuurlijk, ik was met de generatie van 2003 bezig. En dan zie je natuurlijk niet zoveel jongens van 2004. Maar ik krijg dan wel mee wie de jongens van 2004 zijn waar je echt moet op letten. En, mm-hmm. Ik heb hem ook eens gevraagd, denk ik, vorig jaar in het begin of daarvoor zelfs al. En, dat zijn zaken die wij niet kunnen begrijpen, Peter. Wij hebben die keuze ook niet. Nee. Dus dat ligt... Voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld. Dat je... Ja, ik speel voor België. Er is geen ander mogelijk. Hij heeft die mogelijkheid wel. En dat blijft een issue bij ons. Mm-hmm. Waar wij heel veel tijd in steken. Waar de club ook heel veel tijd in steekt. Maar waar uiteindelijk alleen hij en misschien zijn entourage, zijn ouders en zijn een beslissing kan innemen. En wij moeten dat respecteren. Ben ik nu nog altijd droevig van die beslissing? Absoluut. Want als ik dit nu zie, want hij zegt, ja, ik heb met Stroeikens gespeeld, met Lavia gespeeld, met de Bas gespeeld. Ja, die zijn ook al internationaal. Oh ja, Mario misschien nog niet, maar dat zal misschien wel nog komen. Ja, die waren ook op het WK. Hè? Dus hij kon ook op het WK voor België geweest zijn, bijvoorbeeld. En, ja. Maar dat zijn zaken die we niet kunnen... Ja, daarom... Hoe moeilijk was dat voor jou, die keuze? Was het moeilijk? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het was eigenlijk een makkelijke keuze, want ik heb gewoon naar mijn hart geluisterd. En mijn hart heeft tegen mij gezegd van, ga voor Marokko. En zeker omdat mijn grootouders van Marokko naar hier kwamen. Die hebben eigenlijk alles gedaan voor ons, voor mijn familie. Mm-hmm. Dus uiteindelijk wil ik hun dat teruggeven om voor de Marokkaanse nationale ploeg te spelen. Ja. En ja, ik ben ook heel fier dat ik Marokkaanse international ben. Dat ik halve finalist op WK ben. Ja. Dat kunnen we weinig zeggen. Ja. Dus ik ben heel blij. Ja, die groepswedstrijd tegen België, je zat op de bank toen, je viel niet in. Hoe beleefde je dat? Was dat toch moeilijk? Ja, was een raar gevoel. Eerlijk gezegd was een raar gevoel. Want België heeft me alles gegeven, eerlijk gezegd. Van kleins af. Ik ben hier op school geweest. Ik heb hier gespeeld. Ik heb bij de jeugdrechtster van België gespeeld. Dus ja. Je voelt je ook Belg. Zeker, ja. Zeker. Ik ben daar ook dankbaar voor. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, op een bepaalde leeftijd, moet je die keuze gaan maken. Mm-hmm. En voor mij was dat Marokko. Ja. Dus, maar dat was een speciaal gevoel tijdens die wedstrijd. Mm-hmm. Je staat daar met Marokko, mijn land. En je speelt tegen België, waar je bent opgegroeid. Ja. Dus ja, dat was een speciaal gevoel. Maar ik was wel blij dat we hadden gewonnen. Ja, ja. Dat begrijp ik ook. En achteraf is het natuurlijk helemaal, of draait het, blijkt het heel goed uit te draaien. Je hebt daar al heel veel meegemaakt nu. Ook die terugkeer, hè? Wat een gekkenhuis was het daar. En dan op visite nog bij koning Mohammed. Onwaarschijnlijk allemaal, toch? Ja, we kwamen aan met vliegtuig in Rabat. Ik denk, brandweer was daar. Die waren een beetje water aan het gooien op vliegtuig enzovoort. Kwamen aan, even coronatest, want je kan niet zomaar naar de koning zonder covid-test. Mm-hmm. Dus we zijn binnengekomen. Toen was er een grote bus voor de ingang, met een open dak. En, toen gingen we allemaal boven staan. Gingen we rondrijden even door het centrum. Iedereen wachtte daar ons op. En, uiteindelijk reden we zo naar de koning. Kwamen daar binnen. Dat is iets die je nooit of één keer in je leven meemaakt. Ja, ja. En die oefenpot tegen Brazilië, 70.000 man. Hij geeft dan nog die assist, uitzinnige supporters. Een beetje dolle met Casemiro ook. En dan nog in Tanger. Ja, waar jouw familie... Mijn familie komt daar vandaan. Dus, ja. Het was ongelooflijk. En ik denk,
Oké, daar kan misschien 70.000 man in dat stadion. Maar als er echt 70.000 man in dat stadion zat, kan ik niet beweren. Was je op dat moment... Waren er veel meer, bedoel je? Ik denk veel meer. Ja, dat denk ik ook. Ik heb daar ook beelden van gezien. Maar ik vraag me dan af, was je dan op het veld bezig met... Brazilië is toch wel een speciaal land, voetballand. Mm-hmm. Ben je op dat moment bezig met van... daar had ik wel graag ooit eens tegen gespeeld. Ja, zeker. Wie stond er op het veld toen dat je dacht van... Ik stond tegen Casemiro... Mm-hmm. Paqueta stond ook. En Vinicius en zo deden ook mee. Vinicius, hè? Deden allemaal mee. Dat bedoel ik. Hè? Ja, het was niet het C-elftal van Militao deed mee, Rodrigo. En er stond nog een jonge gast van Chelsea, ook van 2004, denk ik. Die stond ook op middenveld. Ja. Ja, maar kijk, een keer dat je op dat veld komt en gewoon stapte dat veld op. En we zagen gewoon al een tifo langs beide kanten. Ja. Dan kom je op dat veld, hoor je volkslied die gezongen wordt door... Ik denk, oké, hoe zal 70.000 zeggen, maar het zijn sowieso meer. 70.000 zonder de BTW. Dat was gewoon ongelooflijk. En eerlijk gezegd, we hadden gewoon laten zien van, dat het geen geluk was op WK. Ja. En dat we het ook konden doen tegen Brazilië. Ja. En, dat was ook de boodschap in de kleedkamer. Ja. Afrika Cup onder 23 winnen, ook niet verkeerd. Juist. Het was ook geen moeilijke. Want ik kon ook zeggen van, nee, ik ga op vakantie. Nee, ik wou mijn land. Jean was blij. Maar misschien was het voor jou ook wel de ideale manier om dan de teleurstelling van de titelwedstrijd te verwerken. Want jij zat meteen in een andere Juist. Mindset. Ik, na die titelwedstrijd had ik dat daarna gelijk mijn vlucht naar Marrakesh. Was ik daar een weekje op vakantie. En toen ging ik van Marrakesh met de auto naar Rabat. Ben ik daar 2 weken gebleven. Voorbereiding. En toen zijn we eraan begonnen. En daarna denk je van, gelukkig ben ik gewoon gekomen. Want het is de eerste keer in de geschiedenis dat we Afrika Cup winnen met de onder 23. En we gaan nu ook Olympische spelen, dus het is gewoon top. Ja, doel op zich voor jou, Parijs? Zeker. Ook iets fantastisch om mee te maken, Juist. Natuurlijk. En allemaal op jonge leeftijd. Tweede generatie 2008, de mannen die België zoveel succes hebben geschonken. Dat is de basis van de Olympische Spelen daar in Peking, was ik, als ik me niet vergis, denk het. Ja, ja. Die daar toch wel iets laten zien hebben. Dus kan hier eigenlijk dezelfde weg op gaan. Mm-hmm. En ik heb me altijd afgevraagd voor een voetbal-Olympische Spelen. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Tot ze er zijn. Dan kom je in een wereld waar je wereldsterren ziet. Ja. En dat je denkt van, oké, die mannen van een basketbal of van andere sporten. Dus dat doet wel iets met een jonge kerel. Maar ik denk, alles wat je kan meepakken, U23 of de alles. A-ploeg. Ik bedoel, je moet echt alles. Het is zo snel voorbij. Geniet ervan. Je kan het, doe het. En dan kan je achteraf zeggen, trots dat je bijvoorbeeld kampioen bent geworden met U23 van Marokko. Bijvoorbeeld. Ja, Zakaria El Wadi was er ook al bij toen. Hè? Hoe blij was je dat hij van RWDM naar hier kwam? Ja, heel blij. Had je met hem gepraat ook? Heel vaak, eerlijk gezegd. Ja. Ik sprak hem, ik denk, om de 2-3 dagen om te zien hoe het ging met zijn transfer naar hier. Hoe zit het, man? Ja, elke dag van, hey, hoe zit het? Waar blijf je? En toen zei hij van, ja, er moeten nog een paar dingen geregeld worden. Mm-hmm. Dus uiteindelijk is hij toch gekomen. En ik ben heel blij, want hij is een jongen met heel veel kwaliteiten. Mm-hmm. Dat heeft hij ook laten zien op die 2 wedstrijden. Ja. En ik denk dat hij perfect past bij Genk. En ja. dat hij ook in de toekomst mooie dingen gaat laten zien. Een beetje geduld nog aan. Daniel loopt nog rond natuurlijk. Zeker. Er loopt er nog een hele goede rechts in bak. Want, ook met Anouar Aytelhadj heb je een heel goed contact. Dat hebben we gezien ook afgelopen zondag. Je was oprecht blij voor zijn goal. Zeker, Anouar ken ik al heel lang, van Anderlecht al. Mm-hmm. En zijn vader kent ook mijn vader ook. Dus, mm-hmm. Je hebt een beetje familie bijna. Een beetje. Zo voelt het misschien. Zo voelt het, ja. Dus ik was heel blij, want hij komt een beetje uit een moeilijke periode. Zeker bij Anderlecht al. Dus als die het zo doet, als die invalt voor 5 minuten... En die trapt die bal zo binnen in de winkel. Dan ben ik heel blij voor hem, zeker. Omdat ik bijna elke dag met hem ben hier in Genk. Mm-hmm. Dus die jongen heeft heel veel geduld gehad. En, als die zo scoort, is hij blij, maar ben ik nog meer blij. Zijn jullie nu echt vertrokken, denk je? Want al die gelijke spelen op een bepaald moment moet je wel gaan winnen, want de achterstand wordt alleen maar groter. Ik kon ze niet meer tellen. En zeker thuis. Ja. Dat was eigenlijk opmerkelijk. Niet kunnen winnen. Nee, juist. We hebben vaak gelijk gespeeld de laatste tijden. Nu wilden we echt niet eerst overwinning pakken na die interlandperiode. Dat was eigenlijk het perfecte moment om ook
terug bovenaan te staan in het klassement. Terug dicht bij die andere ploegen. Mm-hmm. Dus ja, het was het perfecte moment om die 3 punten thuis te houden. En ja, ik hoop dat we nu gewoon doorgaan. En dat moet nu donderdag al beginnen. Door die overwinning te pakken hier thuis tegen Ferencváros. Ja. Maar kijk, competitie is nog heel lang. Ja. Maar we moeten gewoon elke wedstrijd voor 3 punten gaan. Mm-hmm. Europees wel een must-win, denk ik, deze toch best. En jullie spelen er 2 keer tegen nu. Als je wilt doorgaan, moet je toch thuis best die wedstrijd winnen. Daarom, zeker. We spelen thuis. We hebben nu gewonnen tegen Mechelen. Het stadion gaat waarschijnlijk vol zitten. Dus ik hoop dat we deze overwinning thuis kunnen houden samen met onze fans. Ja, daarna 2 lastige uitwedstrijden, hè? Kortrijk en Antwerp. Mm-hmm. Terwijl Union blijft maar winnen. De achterstand moet ook niet te groot worden, denk ik dan. Ja, die achterstand, dat is geen probleem. Dat hebben we vorig jaar gezien met, als je zelf hoort, met de play-offs. Ja. Dus ik maak me daar geen zorgen om. Nee. In elk geval, jij verteert al die wedstrijden, die opeenvolging. Dus dat moet toch zijn dat hij zich zeer goed verzorgd heeft, Wesley? Want zo'n jonge kerel. Ja. Oké, je kan zeggen, oh, jonge gast recupereert snel. Mm-hmm. En spierblessures, maar toch voeding. Daar komt zoveel bij kijken. Mentaal ook. Ja, maar mentaal zit het goed. Hè? Ik bedoel, ten eerste, maar het is dat niet evident. Toch? Nee, maar goed. Ik denk dat dat wel te maken heeft met bepaalde kwaliteiten die je ook hebt als voetballer. Hè? Mm-hmm. Als je zo goed bent aan de bal, dan geeft je dat ook mentaal rust. Maar inderdaad, die andere zaken die belangrijk zijn, opeenstapeling van wedstrijden, genoeg rust pakken, alles doen qua voeding, extra dingen doen om recuperatie bijvoorbeeld te verbeteren. Ja, eigenlijk ze hebben nu veel meer mogelijkheden dan vroeger. Hè. Wij proberen dat ook al te doen, maar je moet beseffen. En wat je zei, je bent jonger, je herstelt ook nog sneller. Dat helpt ook nog. Mm-hmm. Maar profiteer ervan, van de mogelijkheden die je hebt. En ik denk, Oké, hij zegt dat nu wel. En als hij dat ook nog doet, en je ziet dat ook nog terug in het weekend, dan kan je niet alleen zeggen van ja, hij doet het, maar hij pakt ook nog eens de juiste beslissingen door het allemaal te doen. Mm-hmm. Wat niet evident is, want Nee. Niet iedereen doet het beter. Nee. Want jij speelt dan vorige week tegen Ivoorkust, heb je? Ivoorkust 30 gespeeld en tegen Liberia 90 minuten. Ja, 3-0. 3-0 thuis. En ik hoor dan ook van, ja, Bilal gaat gewoon de bal ophalen bij ervaren verdedigers achterin. Dat is daar ook al voor een stuk een patroon. Gewoon. Ja, ik bedoel, je speelt gewoon alsof je daar ook gewoon geeft die bal maar hier. Als die mannen niet kunnen shotten, geeft dan de man iemand die wel kan shotten. Dat is toch heel simpel. Ja, kijk. Ja. Zoals ik heb gezegd, soms moet je geduld hebben en blijven staan in interval. Mm-hmm. Maar als je ziet dat die bal niet komt, dan moet je die zelf gaan halen. En er zelf iets mee doen. Maar dat heb je intussen dus ook al afgedwongen bij de nationale ploeg. Dat ze jou echt helemaal voor vol aanzien. Hè? Dat je daar zeker. Echt wel... De nationale ploeg. Je weet wel wat mijn kwaliteiten zijn. Mm-hmm. Dus ze geven me dat vertrouwen ook. Mm-hmm. Dus, ja. Je bent daardoor ook al wel immens populair geworden. Je bent van 8000 volgers naar bijna 2 miljoen gegaan op Instagram. Wat doet dat met een jonge kerel? Niks eerlijk gezegd. Nee. Is gewoon een cijfer. Dat is mooi om te zien. Kunnen jij die mensen ook eens mij taggen, alstublieft? Ja, dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Van 8000 naar 2 miljoen. Ja, ja. Dat is heel snel. En we hadden het straks ook over die transferwaarde, de marktwaarde op transfermarkt. Als je je debuut hebt gemaakt in Mechelen toen, 100.000 en nu 18 miljoen. Transfermarkten, die zitten gewoon 100.000 als je zelf bij de jeugd speelt. Dus het is gewoon start. Dus als je 1 keer daar bij eerste proef komt, dan zitten die... Maar goed, en je was de belofte van het jaar op het gaan van de Gouden Schoen. Je hebt een wildcard nu voor de Golden Boy. Mm-hmm. Ik bedoel, de naam Bilal Elkanous is wel gekend intussen in Europa. Niet alleen bij al die volgers. Ik hoop het. Maar wat wil jij nog vooraleer je de volgende stap, de onvermijdelijke stap, zullen we maar zeggen, wat wil jij hier nog bereiken in België met Racing Genk? Gewoon ten eerste zo hoog mogelijk eindigen in het klassement. En, ik hoop dat ik hier kan vertrekken met een titel. Mm-hmm. De beker is ook goed, maar ik wil sowieso de club nog iets teruggeven wat ik iets doe, bijvoorbeeld een transfer. Dus, ja. Hoe hoog wil je eindigen op de Gouden Schoen in januari? Eerlijk, zo hoog mogelijk. Waar vind je zelf dat je hoort intussen? Dat zou ik echt niet weten. Mag jij ook stemmen? Ja, ik mag stemmen. Ik ook. Dat zijn er al 2. Er kan hier iets geregeld worden. Ja. Nee, ik zou het echt niet weten, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe dat geregeld wordt enzovoort. Dus ik zou niet zeggen waar en hoe. Maar ik hoop gewoon... Het zal moeilijk zijn om die van Antwerpen af te houden, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Maar goed, daarachter
zal hij wel een van de namen zijn, zeker. Ja, het is een leuke prijs, hè, Peter. Ik kan dat niet ontkennen. Maar is dat nu alles bepalend? Nee, want als je naar het buitenland gaat, dan heb ik ook meegemaakt in Ajax, dan sta je helemaal niks voor. Het is veel beter wat hij laat zien op het veld, hè, met Genk en met Marokko. Dat is veel belangrijker. Wordt hij de duurste transfer ooit van Racing Genk uitgaand? Wie is het duurst op dit moment? Want dat is eigenlijk een beetje de vraag. Ik denk Sander Berge. Ja, Sander Berge. 25 was dat? Ja, dat was 22 plus BTW. Als ik even... Ik denk nu spontaan terug aan mijn periode met Jos Fase, jongens. dan kwamen ze... Dat bedrag, 5 miljoen, hè, was het toen. Hij wou 10, hè. Ja. Dat ging niet. Nee. Tegenwoordig komen ze cash 10 miljoen brengen als het moet. Ik denk, als je 10 miljoen hem zou kunnen kopen, dan komen ze toch gewoon... Ze komen hem cash brengen. Ja, ja. Bedoel, die tijden zijn veranderd. Maar je moet gewoon doen wat je denkt dat je moet doen. Zeker. En dat is de laatste. Want kijk, perfect getimed. Wat is de ideale volgende stap voor jou? Ik weet, niet alles is gelopen. Het is veel sneller gegaan dan je had kunnen plannen, allicht, of had kunnen verwachten. Maar de ideale volgende stap, en wanneer is dat dan? Ja, dat is sowieso eind seizoen, normaal gezien. Dat is wat er afgesproken is met de club. Maar de eerste stap moet ik gewoon maken door te kijken, ten eerste, het sportief project, waar die beter is. En, het belangrijkste is gewoon spelen op mijn leeftijd. Ik wil niet ergens gaan om door de bank te zitten. Dat is sowieso. Want om mij verder te ontwikkelen, moet ik spelen. Dat is ten eerste. En, als ik moet kijken naar sommige competities, dan denk ik dat je het best ontwikkelt in Duitsland en in Spanje. Dus ik denk dat ik best naar die kant ga. Dus, ik denk wel richting Duitsland of Spanje. Ja, een tussenstap vooraleer het naar de echte top gaat. Dus als ik het goed begrijp, idealiter is jou verkopen aan een grote club met een goed contract en ook bij Genk blijven voetballen. Dat kan ook. Goed tussen de lijnen gelezen. Gespeeld. Weet. In elk geval, we zijn door onze tijd. Bilal, heel hartelijk dank voor jouw tijd. Ik zou zeggen, nog heel veel succes. En, we gaan zo lang proberen genieten met z'n allen als voetballiefhebbers op het veld van jouw kunst, zoals het kan. Wesley, dank dat jij... Graag gedaan. En u ook, dank voor uw aandacht. Graag tot de volgende Insiders. Dank je wel.